& Co. Nou, en dat doet dan meteen weer een belletje rinkelen bij de Radar-redactie. Want vorig jaar besteedde Radar aandacht aan de dubieuze faillissementen van SunExpress en P&Go, waarbij veel gedupeerde klanten achterbleven. Wij spraken toen telefonisch met de eigenaar. En als hij die belofte nu eens had gehouden. Maar helaas, ze zijn weer terug met Easy Holidays. De politie Eindhoven roept naar aanleiding van het verhaal van mevrouw Van Appijnen mensen op die hetzelfde hebben meegemaakt om aangifte te doen bij de plaatselijke politie. Meer informatie op onze website. En voor alle andere consumentenzaken kunt u ons geheel gratis bellen 0800 1343. Ja, de Loden Leeuw. Ook in 2003 geven we deze trofee aan de meest irritante tv-reclame. U kunt tot 31 maart spotjes nomineren en dan volgt de eerste stemronde. En er is nu al een spotje waar mensen zich groen en geel aan ergeren. En dan gaat het door over een bezem. Nou, het is echt ongelooflijk. Wij wilden dolgraag aan Swiffer vragen of zij denken dat er ook maar één vrouw in Nederland rondloopt die zich wil identificeren met deze mevrouw in dit spotje. Maar Swiffer had helemaal geen zin om die vraag te beantwoorden. Goed, nog één week dus om te nomineren voor de eerste ronde. Vanaf 1 april kunt u stemmen en ook nomineren voor ronde nummer 2. Surf naar www.lodenleeuw.nl. Op dit moment voert UPC een buitengewoon agressief incassobeleid. Klanten worden ten onrechte afgesloten of voor de rechter gesleept. Reni Stokvis van het Amsterdamse Bureau voor Rechtshulp heeft er bijna een dagtaak aan. In ruim een half jaar tijd heeft de kantonrechter 541 UPC-zaken. Al wel, zeker, ja. Toch? Hoeveel klachten krijgen jullie binnen over UPC? Honderden klachten. En gedaan ook in het verleden tegen UPC. Kennelijk heeft dat weinig soda aan de dijk gezet. Ja, ja, wij gaan er vanuit dat de problemen dan echt de wereld uit zijn geworden. Vragen jullie daar geld voor die bemiddeling? Ja, we zijn vandaag een lid bent van de Consumentenbond, maar je hebt wel een probleem van UPC. Je denkt, nou oké, dan word ik lid van de Consumentenbond. Ja. Of kun je dan toch met de actie meedoen? Ja. Luister allemaal zo aan. U bent van de Tweede Kamer. Bij de Kamer zou dat moeten via toezichthouders als de Opta. Toch zaak van die wij dus gekregen hebben voorgelegd aan de Nederlandse mededingingsautoriteit, de NMA. En zij reageert als volgt. Ja, nou goed. Ze gaan praten, maar ze kunnen niet echt ingrijpen. Kan de Opta dat wel? Iets komen waardoor consumenten zich kunnen wenden tot dit soort toezichthouders en zodat die toezichthouders kunnen ingrijpen. Ja, wat je ziet is toch een vrij stuitende vorm van monopolistengedrag om zo met je klanten om te gaan. Communicatiewet wordt gewijzigd op dat als Tweede Kamerlid. Hartelijk welkom. Er wordt hier gesproken over, over 2 jaar is er concurrentie op de kabel. Inmiddels zijn we 2,5 jaar verder, dus we kunnen vaststellen dat sneller, dat zullen we het helemaal niet over hebben. Maar die 2 jaar, die zijn dus ook niet gehaald. Nee, we hebben daar wel een jaar stil. Omdat dat, nou ja goed, heel... Er werd toen gesproken over 2 jaar, het moet allemaal sneller. Toen leek de politiek zich daar zeer bewust van te zijn. Ook andere partijen hebben dat geroepen, hebben ons in de uitzending. En dan vervolgens ligt het zo lang stil. Is het nou zo, leeft dit nou wel bij de politiek? Dat er zoveel mensen in Nederland zitten te wachten op een oplossing voor dit soort bedrijven. Ja, nee, dat al die procedures, dat het allemaal veel te langzaam is gegaan. Komt het er dan? Jullie moeten het ook zover zijn, hè? Want er komen de Europese richtlijnen aan. En die verplichten gewoon Nederland om concurrentie op de kabel te doen. Er is een Europese richtlijn. Van de opmerking van mevrouw Gerkens zojuist dat de NMA en de Opta eigenlijk meer bevoegdheden zouden moeten hebben, zodat ze echt kunnen ingrijpen. Maar ja, blaffende onderbijten niet, zal je... Gedeeld door Meindert Huigen uit Bunschoten, die al jaren vrijwilligerswerk doet in Moldavië. Makita, binnen een paar dagen en geheel gratis, hè? Niet tegen inkoopprijs of zo, een nieuwe boor leveren. Dat vind ik klasse, van harte gefeliciteerd met de douche. En wat mij betreft krijgt meneer Huigen er ook een voor het werk dat hij doet in Moldavië. En dit was Radar voor vanavond. U kunt ons nog bellen tot een uur na de uitzending 0800 1343. Volgende week maandag zijn we er weer. U kunt op ons rekenen.